Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe aflevering van Wie is de Mol? Inse theorieën. Hier op dit kanaal vandaag bespreken we aflevering 6, want die is natuurlijk gisteren op tv geweest en daarom hier zo vandaag om 6 uur weer de Hinsen Theorieën video op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, ik zoals altijd wel en heb ik hier natuurlijk weer... Mijn molboekje, waar natuurlijk ook weer de hints en theorieën in staan van deze aflevering. Laten we snel beginnen. De titel van de aflevering was: Wegstoppen. Dit zou kunnen slaan op Splinter, die in de tweede opdracht zegt dat hij 250 euro heeft gevonden, maar eigenlijk is het 750 euro. Oh, geld! 250 euro! Oh, wacht even. En daarmee stopt hij dus 500 euro weg. 500 euro wegstoppen, dus. Dus dat zou kunnen slaan op Splinter. Dan gaan we naar opdracht 1. En opdracht 1 heette Brievenbus. Ze konden 1750 euro verdienen. En daarvan hebben ze 650 euro verdiend. Deze opdracht moest maar heel erg denken aan de opdracht van vorig jaar met de Hoovercraft. Ze zaten namelijk in een bus en er waren volgens mij 10 halters waar ze uit konden stappen. Moest per halte één kandidaat uitstappen. En dan stond er dus bij die halte een bord. En op dat bord stond dus informatie: informatie over aankomende borden, informatie over kandidaten die niet bij dat bord moeten uitstappen, of een keuze om geld in de pot te krijgen. Of bijvoorbeeld een joker, dat soort keuzes. Stonden dus op dat bord. En dat had je dus meerdere keren, want er waren meerdere haltes. En zo moesten dus elke keer een kandidaat uitstappen. Uiteindelijk, als zouden ze bij de laatste halte uitkomen. Hoeveel kandidaten er dan nog in de bus zaten, zouden dus per kandidaat 250 euro verdiend worden. De eerste paar haltes waren er gewoon kandidaten gegaan. En sommige kandidaten die gingen liegen, en sommige ook niet. Waaronder René en Splinter die gingen niet liegen. Want volgens mij bij de zesde halte stapte Marije uit. En daar kreeg ze een envelop. En daarin zat informatie over de eerdere borden. En daar kon ze dus mooi zien uh, wat op elk bord stond. En zo kon ze dus ook zien welke kandidaten er hadden gelogen en welke niet. En als mol weet je natuurlijk dat dat, dat dat een ding is: dat er een envelop is waar alles op staat. Dus als mol wil je natuurlijk niet liegen, want anders komen ze er later achter als ze natuurlijk die envelop pakt. Dus dat is dan wel weer verdacht naar Splinter en René, omdat die twee niet liegen. Zou een van hun al voorkennis gehad hebben. En dus weten dat die enveloppen was. En dus weten dat als ze zouden liegen. dat ze erachter zouden komen. En als mol wil je dat natuurlijk niet. Dus dat is verdacht naar Splinter en René. Ook bij een bord van René was de tekst geblurred. Je had namelijk boven had je een zin. en daaronder zat een zin. maar die was geblurred. Dat zagen we niet. En daaronder stond weer een zin, maar dat was gewoon een zin van stap weer terug in de bus of zo. Alleen waarom was die ene zin geblurred? Dat is best wel opvallend. Mochten wij misschien iets niet zien? Omdat René de Mol is, dat er iets belangrijks op stond. En dat ze daar uiteindelijk over gelogen heeft. Maar als zou dat in de aflevering komen, was dat best wel opvallend. Of was er tijdens de aflevering al uh, een tapeje overheen geplakt? Of iets, waardoor René het zelf ook niet gezien heeft kunnen hebben omdat de makers misschien dachten van. Uh, laten we dit niet doen. Omdat er vooral al iets gebeurd was of zo. Ja, dat is best wel opvallend. Uiteindelijk had volgens mij iedereen een joker, behalve uh, Marije. En Splinter had uiteindelijk twee jokers. Uiteindelijk kwam Marije nog bij een bord uit. En daarop stond uh, dat ze hier moest blijven. En dat ze niet meer terug mocht in de bus. Uh, dus dat betekent sowieso al geen 250 euro meer voor Marije. En uiteindelijk komt Splinter ook nog bij een uh, bord. Bij een halte en daarop stond iets van als je teruggaat dan gaat er 350 euro uit de pot. En toen dacht Splinter van laat ik maar hier blijven staan want anders gaat er geld uit. En dat betekent dus ook 250 euro niet voor Splinter. Dus dat betekent dan ook dus dat er uiteindelijk drie kandidaten bij het einde kwamen. En wat dat dus betekent is 3 keer 250 euro. 750 euro. Alleen Marije was wel nog bij een halte weer terug gegaan. Waardoor het dus weer 100 euro nog vanaf ging en toen kwamen ze uiteindelijk uit op 650 euro voor deze opdracht. Dan gaan we door naar opdracht 2 en opdracht 2 heette ontsnappen. Ze konden 1500 euro verdienen en daarvan hebben ze niks verdiend. Ja, dit was een best wel vette opdracht. Ze moesten namelijk ontsnappen uit een gevangenis. Elke kandidaat zat opgesloten. Er waren drie cellen, die... daar zaten kandidaten in, die waren echt gewoon... Apart opgesloten, dat waren Rocky, René en Marije. Rocky en René zaten wel weer bij elkaar, bij die gang zeg maar. En Marije zat echt helemaal alleen. En dan had je ook nog Splinter en Charlotte, die zaten samen in een soort van cel. Maar ook weer apart van elkaar. Splinter deed eigenlijk best wel goed zijn best. Um, hij moest natuurlijk die streepjes bij elkaar optellen, waardoor uiteindelijk Charlotte uit de cel kon komen. En hij vond toen uiteindelijk ook nog de sleutel die Charlotte moest pakken om Splinter te bevrijden. Splinter deed het best wel goed. Maar uiteindelijk pakte hij dus zo'n sleutelborst en daar zaten twee sleutels aan. Dat zegt hij ook. Er zaten twee sleutels aan. Doet hij die sleutel vervolgens in het sleutelgat om natuurlijk de deur te openen. En daarna gooit hij het weg. Sleutel eraf. En er zaten twee sleuteltjes aan. Ja, op. Oh my god. Oké, okay, nu moeten we twee opdrachten doen. Oké, okay, high five? Nou, let's okay. make some money. maken. Um, best wel opvallend, want er zaten dus twee sleutels aan. En hij heeft er maar één gebruikt en die andere gooide die dus weg. Uh, wat dus een beetje opvallend is. Dus dat is wel een beetje verdacht naar Splinter natuurlijk. Want die sleutel hadden ze nog ergens anders waarschijnlijk voor nodig. Misschien wel om Marije dus te bevrijden. Bij de gevangenissen van Rocky, René en Marije moesten ze dus met hun hand naar buiten moesten twee pinnen. Moesten ze los trekken. Wat best wel moeilijk was. Rocky die kwam er dus als eerste uit. Uh, wat dus best wel goed was. En die bevrijdde uiteindelijk ook René. Wat best wel goed is van Rocky. Niet echt de molle actie voor haar. Um, want als mol ga je dat natuurlijk niet doen. Laat je René gewoon daar zitten of zo. Of je doet het gewoon heel langzaam. En je laat eerst René loskomen. En daarna ga je er zelf pas uit. Je gaat niet zomaar iemand helpen als mol. Want dan is de kans dat er geld verdiend wordt natuurlijk veel sneller. Uiteindelijk waren Charlotte, Splinter, Rocky en René dus bevrijd uit de cel. Uh, alleen Marije niet. Uh, want Marije moest een hele moeilijke opdracht doen met een lasso en zo. Om een paal. En zo moest ze die sleutel pakken. En die was waarschijnlijk om er zelf uit te komen. Maar dat lukte haar niet. Dus dat was heel erg jammer. Alle kandidaten moesten op tijd het gebouw verlaten. En zo konden ze alleen geld verdienen. En ze konden dus ook nog in de gevangenis. Geld vinden. En dat werd dus ook alleen maar verdiend, als zou iedereen het gebouw op tijd verlaten. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, Marije was de enige die er niet uitkwam. De rest wel. Uh, René was wel nog een beetje moeilijk. Die ging er heel langzaam uit. Was wel nog net op tijd. Uh, maar als mol weet je natuurlijk dat dat alsnog niet uitmaakt. Want Marije was er ook niet uit. Dus dan maakt dat eigenlijk ook niet uit. Maar ja, René was wel een beetje langzaam. Dus misschien probeerden ze weer tijd te rekken of zo. Wat ik net ook al zei bij de titel van de aflevering, was dat in deze opdracht. Splinter uiteindelijk een deur opent. En daarachter ligt 750 euro. Alleen wat Splinter zegt is dat hij 250 euro gevonden heeft. Tegen de kandidaten. Terwijl het was eigenlijk 750 euro. 250 oh, euro. Oh, wacht even. Waar is die andere 500 euro heen gegaan? Heeft hij die misschien bewaard gewoon in zijn zak gestopt? En dus niet voor de pot. Of misschien kwijtgemaakt. Omdat hij natuurlijk de mol is. Ja, best wel opvallend. En dat slaat natuurlijk ook nog eens op de titel van de aflevering, namelijk wegstoppen. Heeft hij die 500 euro weggestopt? Uiteindelijk kwamen ze dus helaas niet allemaal uit het gebouw op tijd. En dat betekent dus geen geld verdiend bij deze opdracht. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel een vette opdracht vond. Dan gaan we door op naar opdracht 3. En opdracht 3 heette onder druk zetten. Ze konden 2000 euro verdienen. En daarvan hebben ze 750 euro verdiend. Dit was weer een vette opdracht dat ze elkaar moesten afmaken. En degene die uiteindelijk over zou blijven. Die zou dus zijn of haar scherm niet te zien krijgen. En die mocht dus ook nog twee anderen kiezen. Die ook niet zijn of haar scherm uh, hoefden te zien. Dus dat is een best wel groot voordeel. Hoe ze elkaar konden afmaken was. Uh, ze waren op een speelveld. Op een industrieterrein. En daar stonden allemaal soorten kistjes met hendeltjes erop. En dan stond er dus per naam stond er dus een hendel naast. Dus dan had je bijvoorbeeld Splinter, hendel ernaast. Daaronder Rocky, hendel ernaast. Daaronder Marije met een hendel ernaast. En zo dus door. En dan kon je dus uh, zo'n hendel overhalen. Eentje per zo'n. Ja, ik noem het maar even kistje, of hoe je dat ook noemt. Eentje per zo'n ding. En dan zou diegene dus aan leven verliezen. Elke kandidaat had drie levens. En dan zou er dus drie keer een hendel van de kandidaat omgedraaid worden. Dan ligt de kandidaat dus uit het spel. Bij elk zo'n kistje, kastje, ik kan het misschien beter kastje noemen. <laughs> lag ook nog eens 250 euro. Ze konden ook nog kiezen om 250 euro te pakken en dan geen hendel over te halen. Iedere kandidaat had ook nog of voor of achter volgens mij een nummer staan. En er stonden ook nog laptops op het speelgebied. En als zou dus een kandidaat zo'n nummer van iemand anders invoeren, dan lag diegene meteen uit het spel ze moesten ook nog eens hun nummer eh, niet laten zien aan de andere kandidaten. En ja, degene die dus overblijft, die kreeg dus niet zijn of haar scherm te zien. Uiteindelijk is ze dus 750 euro verdiend. En dat betekent dus dat er drie keer 250 euro gepakt is. Uh, we hebben er twee keer kunnen zien van wie namelijk... Uh, Rocky heeft één keer geld gepakt en René heeft één keer geld gepakt. Van de derde zagen we niks. Uh, dus ja, dat is misschien niet echt een molle actie naar... René en Rocky, aangezien hun dus geld pakten. En ja, een mol wil dus geen geld. Wat dan wel weer eventjes een dingetje is om over na te denken, is dat de makers van Wie is de Mol, die willen natuurlijk altijd dat er één aflevering is waar niemand eruit gaat. En dat was dus deze aflevering, want deze aflevering ging er dus helemaal niemand uit. Dus misschien wouden de makers van Wie is de Mol wel expres dat de mol goed zijn of haar best zou doen, zodat de kans heel groot was dat er niemand uit zou gaan. En dan zouden we dus moeten kijken naar René. Want René had uiteindelijk dus gewonnen. Die was als laatste overgebleven. En hoefde dus niet aan scherm te zien. Samen met twee anderen. kwamen we zo meteen nog bij. Misschien als zij de mol is. Houden dus de makers van wie is de mol. Dat zij zou winnen. En goed haar best zou doen. Zodat er dus niemand uit zou gaan. Dus dat is misschien nog wel verdacht naar René. Elke kandidaat had dus een code op zijn of haar borst hier zo. Of erachter. Dat weet ik niet meer zeker. Uh, in ieder geval die code. Al tel je die bij elkaar op. Dan krijg je natuurlijk een cijfer. En als je dat bij Rocky zou doen. Dan kwam er dus 22 uit. Dus misschien is Rocky wel de 22e mol. Want ja, het is natuurlijk seizoen 21. Maar vorig jaar waren er twee seizoenen. Dus er zijn al 21 molen hiervoor geweest. Dus misschien is Rocky wel de 22e mol. In MolTalk was uiteindelijk nog dit schemaatje te zien. En zie je dus wie. Wie allemaal afgemaakt heeft. En zien we dus ook dat splinter. Twee keer echt een kandidaat, ja, ik zal het maar gewoon zo noemen. Dood heeft gemaakt. Dus de laatste, de laatste hendel overgehaald en was die kandidaat af. Uh, dus dat kunnen we zien. En we zagen dus ook dat Charlotte nul keer iemand uh, afgemaakt heeft. Ze heeft ook geen geld verdiend. Dus wat heeft Charlotte gedaan deze opdracht? Volgens mij helemaal niks. Ik, ik heb geen idee wat dit zou moeten betekenen. Ze heeft geen hendel overgehaald en ook geen geld gepakt. Hmm, Charlotte, wat heb je dan gedaan? Misschien iets met de camera als mol en dan tegen de camera gepraat? Ja, we weten het niet. Het is in ieder geval wel opvallend. Uiteindelijk dus 750 euro verdiend. Met deze opdracht. Uiteindelijk heeft René dus deze opdracht gewonnen... Um, en zij hoefde dus haar scherm niet te zien. Ze mocht ook nog twee andere kandidaten aanwijzen bij de executie die ook niet zijn of haar scherm hoefde te zien. Maar dat mocht pas na de test. Dus eerst moesten ze de test maken. En ook René moest haar test maken. Dan gaan we dus even naar het grote verdenkschema. Waar ik natuurlijk weer heb opgeschreven wie wie verdacht bij de test van aflevering 6. Charlotte zat op Marije, René en Splinter. Marije zat op Charlotte, René zat op Marije en Charlotte, Rocky zat op René en Charlotte en Splinter zat op Rocky en René. Uiteindelijk was volgens mij Rocky de enige die haar joker ingezet heeft. En de anderen hebben hun jokers dus nog. Toen hadden we uiteindelijk de executie en uh, René kreeg dus sowieso haar scherm niet te zien. En ze zei dus uiteindelijk ook nog dat Marije en Charlotte hun scherm ook niet hoefden te zien. Dus dat betekent dat we alleen nog maar Rocky en Splinter over hadden. En die hadden ook alle twee een groen scherm. Dus dat betekent niemand eruit deze aflevering. Helaas, altijd wel een beetje jammer, maar um, voor de kandidaten is dat natuurlijk wel leuk. Wat we dan dus ook kunnen zeggen is dus dat of René, of Marije, of Charlotte deze aflevering uh, eigenlijk een rood scherm had moeten krijgen. En dan weten we dus ook dat Splinter en Rocky dus goed zitten. Um, of een van hun is natuurlijk de mol. En aan het einde van de aflevering stond de pot op 7645 euro. En dan was dat natuurlijk alles voor mijn molboekje. Laten we dan nog even snel doorgaan naar de Wie is de Mol app. Jullie kunnen hier zo naast mij natuurlijk weer mijn schermpje zien. En uh, ja, ook ik uh, heb mijn punten weer verdubbeld gekregen. Want er is natuurlijk helemaal niemand uitgegaan deze aflevering. Helaas, 3200 puntjes. Uh, dus dat is wel lekker. Laten we even naar het verdenkspel gaan. En ja, ik heb nu echt geen idee wat ik nou moet. Ik had ingezet op Splinter en René, omdat ik hun best wel verdacht vond. En ik dacht, nou, nog even één aflevering op twee kandidaten. Ik zit ook al heel lang uh, vergeleken met voorgaande seizoenen op twee kandidaten in de app. Uh, om even te zien: van dat er nog even één iemand uitgaat. En dan kunnen we gewoon even nog beter kijken. Maar er is dus helemaal niemand uitgegaan, dus ik weet nu niet wat ik moet doen. Moet ik weer inzetten op twee kandidaten, of zou ik echt overgaan op twee? Ik zou zelf zeggen, misschien nog steeds op twee kandidaten, want eigenlijk is het inzetten nu nog steeds hetzelfde als de vorige aflevering, omdat er niemand uit is gegaan. Um, dus ik zou zelf zeggen om nu nog maar eventjes gewoon op twee kandidaten te gaan voor deze aflevering. Dus dat betekent dan 1600 punten. Op Splinter. En dan zou ik even kijken. Iedereen is hier zo grijs. En dan natuurlijk nog 1600 punten. Op René. En dan zet ik hem dus nu even op dit. Ik, misschien dat ik deze week nog wel even switch. Maar dat weet ik niet. Ik vind hun twee gewoon echt heel erg verdacht. En dan hoop ik dat de volgende aflevering er natuurlijk wel iemand uit gaat. En dat ik nog wel even iets meer weet. Uh, laten we dan nog even doorgaan. Na natuurlijk. Maar wie is de mol hier zo, uh, we zitten weer in mijn Wiesemol pool. Ik sta natuurlijk lekker tweede weer. Er is niet echt veel gebeurd. Behalve dan dat alles verdubbeld is na de vorige aflevering. Um, dus ja, 3200 puntjes voor mij. Dan zien jullie hier zo naast mij nog even wat ik heb ingevuld. Bij de vraag van afgelopen maandag. En zien jullie dus ook nog hier zo mijn timeline. En dat ik dus ingezet heb op René en Splinter, zoals ik net dus ook al zei. De vraag was: met wie vormde de Mol? Een duo tijdens de opdracht wie wat waar. En ik had dus René ingevuld. Want uh, ik zit wel een beetje op Splinter. En op René. En hun zaten samen. Dus ik dacht. Mmm, doe ik maar even Splinter. En Splinter zat dus met René. Dus ik had René ingevuld. Omdat, uh, omdat ik hem dus maakte op Splinter. Dus dat had ik ingevuld bij de vraag. En dan zijn we hier nog even bij de landelijke statistieken. En is de topscore 6400 punten. Waarvan ik de helft heb. En zien we dus dat Charlotte bovenaan staat met 31%. Dat is best wel veel. René is ook naar boven gegaan, zie ik. 21% scheelt wel echt 10% met Charlotte. Dus ja, daaronder staat Marije met 19%. Daaronder Splinter met 15%. En daaronder Rocky met 14%. Ja, ik denk zelf wel dat ik Marije en Rocky wel echt weg kan strepen. Ik denk echt niet dat hun het zijn. Um, ja, Charlotte staat wel bovenaan. Ik vind het een beetje moeilijk. Ik zit gewoon op Splinter en René. Dus ja, ik weet het nog steeds niet helemaal zeker. Dan was dit dus alles voor de Wie is de Mol app. En ook meteen alles voor deze Wie is de Mol hints en theorieën video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Je kunt hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Volgende week natuurlijk aflevering 7. Waar ik zelf enorm veel zin in heb. Ik wil gewoon even weer dat er een kandidaat uitgaat. En dat we gewoon meer weten. Uh, maar we moeten helaas nog wel een week wachten. Uh, natuurlijk volgende week om 6 uur. Uh, weer op zondag een nieuwe en Theorieën video. Aflevering van aflevering 7 natuurlijk hier op dit kanaal. En dan zag ik zoals altijd mensen. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.